De nieuwe folder van de Lidl die zorgt voor een hoop commotie. Het gaat om een folder voor de kerstdagen. Maar de woorden kerst zijn vervangen door feest. Geen kerstbrood, maar feestbrood. Geen kerstontbijt, maar feestontbijt. En een kersttrui met een sneeuwpop of een rendier dat heet nu feestkleding. En het pak van de kerstman, een Santa-kostuum. Nou, voormalig GroenLinks-Kamerlid Zine Özdil die liet weten dat hiermee het kerstfeest ook een feest is voor alle andere Nederlanders. En op Twitter wordt daar woedend op gereageerd. Nou, Lisa, maar gelijk maar weer bij jou. Ja. Want jouw oud-collega, ja. Ik zag al die commotie op Twitter en ik dacht, heb ik iets gemist? Wat is er allemaal afgekondigd? En inderdaad, toen bleek inderdaad dat Zini wat had getwitterd en dat iedereen over hem heen viel. En wat vind je daarvan? Ben je het met hem eens? Ja, nou, ik ben afgelopen week vooral bezig geweest ook met de onderwijsbegroting die we morgen gaan bespreken. Nee, maar mij maakt er dus niets voor uit hoe je het doet. Nee. Welkom bij het Haags Kwartiertje, de internetuitzending van de Hofbar voorafgaand aan het tv-programma. We bespreken hierin altijd een aantal actuele thema's met de gasten en het publiek. Met deze week het kabinet zoekt naastig naar oplossingen voor de stikstofcrisis. Er worden 20 maatregelen onderzocht op dit moment. Laten we er even 2 uitlichten. De maximumsnelheid zou overal naar 100 km per uur moeten. En een maandelijkse autoloze zondag wordt ook overwogen. Nou, Lisa, dat klinkt jou als muziek in de oren, denk ik. Ja, dat klopt. Zijn wij eigenlijk wel voorstander van. Grootste vrienden van de VVD zijn jullie inmiddels geworden, denk ik. Ja, precies. Nee, wij zijn er voorstander van, omdat je merkt dat het eigenlijk niet uitmaakt voor je reistijd. Of je nou 100 of 130 mag. Het is wel veel beter voor het milieu. Het liefst hebben we natuurlijk nog dat er veel meer maatregelen worden genomen door mensen, om mensen in de trein te krijgen. Maar dat zit er met dit kabinet niet zo in. Lijkt me ook soms wel eens lastig dat dan. De autopartij, de VVD, gooit dat nu zelfs wel overboord. Ja, wat moet je dan eigenlijk als GroenLinks nog? Waarvoor zit je er eigenlijk nog? Nou. Ja, ik hoor Jesse Klaver de hele tijd zeggen, topprogramma, topidee, top gedaan. Zover zijn we nog lang niet. Nee, waar wij nu op benadrukken is dat we nog veel sneller maatregelen natuurlijk moeten nemen om dat stikstofprobleem terug te dringen. Maar ook als we even kijken naar wat er geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer, dan is dit kabinet wat ons betreft helemaal niet op de goede weg. Dan zou er nog veel meer moeten gebeuren. Maar goed, dat een autoloze zondag is al helemaal de natte droom van. Ja, als dat gaat gebeuren, dan zijn we daar. Toch? Wij zijn er voorstander van. Ja. Kees van Hamsen, ook wel eigenlijk wel de mensen. Ik ben ook oud genoeg om het hebben meegemaakt. Ah. Oh ja? Ja, ik niet. Durf bij, ik wil het eigenlijk niet. Maar niet vertellen dat je ook op rolschaatsen hebt gestaan. Dan word volgens mij op de snelweg. Ik word bijna agressief van als ik dat hoor. Op Hema rolschaatsen, op een snelweg. En vrees ik op mijn bek gegaan. Zelfs heb ik hier nog een litteken ervan. Je maakt het nog even erger. Van de autoloze zondag die jullie zo graag... Nee. Vind je het een goed idee? Nou, ik ben niet helemaal tegen het. Maar het schijnt ook niet zo heel veel op te leveren. Want op zondag rijden er al veel minder auto's. Dus autoloze maandag, dat zou heel veel opleveren. Dinsdag en woensdag, nee. Ik weet niet. Ik heb net weer gehoord van anderen. Dat is mijn probleem met alles met milieu en stikstof. Ik heb geen idee meer wat nou goed is of niet. Ik kan me wel voorstellen dat als je iets doet aan het verkeer, dat je dan wel wat doet. Erik, van hetzelfde, wordt jouw leven er minder van als je 100 mag rijden overal? Maar overal 100, hè? Ik haal het niet eens. Ik sta 3 uur per dag in de file. Dus ik ben erg benieuwd wat er zou gebeuren als je het fileprobleem oplost qua stikstof. Dan? Nee, daar ben ik benieuwd naar. Of je dan een bepaald quota haalt of niet. Lisa? Maar ik haal geen 100 km per dag. Ja, ik kan hier niet echt over meepraten, want ik heb dus helemaal geen auto. En het is ook al helemaal geleden dat ik in de auto zat. Maar GroenLinks mag je ook geen. Je mag ook geen auto, toch? Nou, er zijn geen mensen aan met een rijbewijs. Nou, het is niet zo dat Jesse nou met zijn opgeven vingertje zit en zegt je mag niet met de auto. Maar ik heb er gewoon geen één. Ik doe alles met de trein. En wij zijn dus ook flink voorstander van meer investeren in openbaar vervoer. En ik denk dat dat ook zou kunnen bijdragen aan het oplossen van het fileprobleem. Marjolein, jij bent lerares, hè, hier op deze school. Ja, kom je met de auto elke dag? Nee. Ik woon hier 5 minuten fietsen vandaan. Dus keer en ik... Voor mij zegt dat niks, hoor. Want ik ga nog naar de brievenbus met de auto. Nee, ik pak de fiets. En je gebruikt nooit de auto? Nou, dat zeg ik niet. Ik gebruik hem wel. Maar dan is het meer als we gewoon wat verder weg gaan. Of we gaan bij familie op bezoek. En waar zit jij in op het politieke spectrum als het om dit onderwerp gaat? Aan de linkerkant of de rechterkant? Vind je het wel goed eigenlijk dat die auto een beetje uitgebannen wordt? Ik ben het er inderdaad, net als wat Kees net zei, ik ben het er deels mee eens. Ik zit alleen meer dat ik denk, oké, op zondag zijn wel eigenlijk de dagen dat je met je kinderen op pad gaat. Dan moet ik dus iets gaan zoeken waar ik met de trein naartoe kan. Dus er zullen er al een aantal dingen, of daarna nog de bus moeten pakken, maar er zullen er al een aantal dingen afvallen. Ja, dat is een beetje...
Ja, want vanuit Geldermalsen met het openbaar vervoer, dat is ook geen beetje. Hij zit op zich best centraal. Geldermalsen heeft een station. Geldermalsen heeft een station. Ja. Ik ga snel door naar het volgende onderwerp, voordat we ruzie krijgen. De nieuwe folder van de Lidl die zorgt voor een hoop commotie. Het gaat om een folder voor de kerstdagen. Maar de woorden kerst zijn vervangen door feest. Geen kerstbrood, maar feestbrood. Geen kerstontbijt, maar feestontbijt. En een kersttrui met een sneeuwpop of een rendier dat heet nu feestkleding. En het pak van de kerstman, een Santa-kostuum. Nou, voormalig GroenLinks-Kamerlid Zine Özdil die liet weten dat hiermee het kerstfeest ook een feest is voor alle andere Nederlanders. En op Twitter wordt daar woedend op gereageerd. Nou, Lisa, maar gelijk maar weer bij jou. Ja. Want jouw oud-collega, ja. Ik zag al die commotie op Twitter en ik dacht, heb ik iets gemist? Wat is er allemaal afgekondigd? En inderdaad, toen bleek inderdaad dat Zini wat had getwitterd en dat iedereen over hem heen viel. En wat vind je daarvan? Ben je het met hem eens? Ja. Nou, ik ben afgelopen week vooral bezig geweest ook met de onderwijsbegroting die we morgen gaan bespreken. Nee, maakt er dus niets voor uit hoe je het noemt. Nee. Dat vind ik prima. Mij maakt er dus niets voor uit hoe je het noemt. De ene noemt het kerstfeest en de andere noemt het gewoon feest. Ja, laten we vooral niet met elkaar daar gedoe over maken en ruzie over maken. Dus ik heb eigenlijk ook best wel heel veel van die tweets. Ik kon er best wel om lachen, omdat er ook best wel veel grappen over werden gemaakt op Twitter. Sommige mensen gingen helemaal los. Maar vind jij dat zo'n Lidl doorslaat? Nou, wat ik begreep is dat ze zeiden, ja, we gaan nog een andere folder maken. En ik denk, ja, het is een bedrijf. Laat ze vooral in een folder zetten wat ze willen. Erik? Ik vraag me af of dit de nieuwe Zwarte Pieten-discussie wordt gemaakt. Ja, mij interesseert het namelijk helemaal niet of het feest is of kerst is. Maar hoe bedoel je wordt gemaakt? Nou, als je de reacties ziet richting Zine Özdil. Ja. Zine Özdil. Die zijn niet mals. Zo is die Zwarte Pieten-discussie ook gestart. En je wordt polariseerd. Ja, maar ook heel die spruisjescheur van hun pakken ons feest af, alsjeblieft. Ja. Ik snap niet dat ze op dit niveau zich nog zorgen maken allemaal, joh. Nee, maar je kunt je ook wel vragen, waarom start je dit op, Kees? Ik ben een beetje murf nu al van deze discussie. Maar ik vraag me echt af, zijn er mensen die echt kwaad worden om het woord kerst? Nee, dat vraag ik me dus ook af, ja. Ik ken ook wel een moslim en ik ken ook dit. Nou, ik heb nog nooit gehoord, ik geef ze ook les. Ik heb nooit gehoord, kerstschandalig. Maar wij worden toch ook niet boos van het woord suikerfeest eigenlijk? Dat boeit ons toch ook niet? Nee, ook dus prima dat andere mensen dat vieren. En kijk, bij Zwarte Piet is het natuurlijk wel een andere discussie. Want daar kun je het hebben over wat bijvoorbeeld hier op zo'n school als deze, wat de kindjes dan meemaken en zo. Dus dat begrijp ik dan wel heel goed. Maar als het gaat om een kerstfeest, ja. Ja? Nou, ja? Nee, ja, volgens mij worden... Als je inderdaad ziet wat Zini allemaal op Twitter en ook op Facebook over zich heen krijgt... Ja. Dan hoop ik dat al die mensen een grap maken. Maar ik denk dat er flink wat mensen toch heel erg boos op de een of andere manier zijn. Wat ze inderdaad het gevoel hebben dat hun iets wordt afgepakt. Ja. Het is niet echt een kerstboodschap van vrede. Nee, dat kun je wel zeggen. We hebben hier ook een moeder in de zaal. Ja, wel meer trouwens, denk ik ook, maar op een school. Maar Daphne die heeft een microfoontje om. En kom je wel eens bij de Lidl eigenlijk? Ja, regelmatig wel. En ja. Haal jij dan straks een kerstbrood of een feestbrood? Ik ga voor de kerstbrood. Ja? Ja. En waarom? Ja, het is toch kerst. Je moet het zo houden. Het is wel een feest, maar het is kerst. Ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk iets met voetbal? Lisa weet ik toevallig, maar dan ga ik niet weer als eerste. Nee, ga jij weer mee? Ik heb 30 jaar gevoetbald. Oh. En ik ging nog wel eens naar Ajax. Tegenwoordig niet meer. Want? Want? Nou, ik vond het niet meer zo gezellig. Sinds de meer. Ja, goed. Ik vond het dat is heel lang. Ja, oude lul word ik. Een beetje oud, Kees. Moet ja, je niet sorry. Doen. Moet je niet nee, doen. Nee, ik ben laatst. Nee, je wordt overal meur van en je bent oud en je hebt een rolschaats heb je gestaan. En, Lisa. 20 jaar onderwijs en je bent gewoon kapot. Ja. Kapot ben je. Is dit 20 jaar? Ik ben 29, zie je? Lisa, jij voetbalt, hè? Ik voetbal, ja. 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 Waar sta je dan eigenlijk? Ik sta bij mijn eigen team mid-mid. En we hebben ook een GroenLinks-zaalvoetbalteam. Ja, waar Jesse Klaver voor af en toe uitgeleid. Precies, ja, waar Jesse bij de eerste wedstrijd van dit seizoen... Mijn favoriete zaalvoetbaltoernooi. Precies, die loopt nou op krukken ook in de kamer. Dus dat doen we op de maandagavond met onze fractie. Ja, ik hoef niet te vragen aan jou wat buitenspel nou is. Hè. Dat zou wel flauw zijn, dus daar gaan we gewoon even vanuit dat je dat allemaal weet. Dat soort dingen weet ik na... Nou ja, ik voetbal al sinds ik 10 ben.
Dus inmiddels weet ik echt wat buitenspel is, ja. Itaham van PSV, die kiest voor Nederlands elftal. Ja, dat wel vind ik heel, heel mooi nieuws. Ja, toch? En daar kunnen geen 3000 integratiespotjes tegenop. Zij kiest voor Nederland. Want dat is best, als ik mijn Marokkaanse leerlingen wel eens vraag, dat is best lastig voor zo'n jongen. Vanuit zijn Marokkaanse roots toch voor Nederland kiezen. Dat moet je niet, dat is niet licht op te vatten. Nee, want daar ben ik heel blij mee. Hij lijkt ook wel een soort van traditie te doorbreken. Want we hebben onlangs nog de hele discussie Ziyech gehad. Die dan voor Marokko kiest. Wat verschrikkelijk is voor het Nederlands voetbal. Want die hadden we natuurlijk allemaal graag bij gehad. En die wordt dat dan wel nagedragen. Dat hij voor Marokko kiest vanuit Nederland. Ja. Maar jij zegt het is moeilijk voor de Marokkaanse jeugd om te kiezen voor het Nederlands elftal. Ja, dit is echt een stap voor deze jongen. En ik vind dit echt geweldig. Want dit laat zien, hey, kom op, ik woon nu in Nederland. Kijk eens wat ik in Nederland kan doen. Dit vind ik goede voorbeelden die je nodig hebt. Erik, jij werkt ook, denk ik, veel met kinderen van... Hè? Wat lach je? Nee. Ik denk dat ik je zin kan raden. Nee, maar jij werkt toch ook veel met allochtone kinderen? Met voetballers, oké. ik heb natuurlijk altijd in de achterstandswijken gewerkt. Dus ik baam deels wat je zegt. Ik vind het erger dat hij bij PSV voetbalt, moet ik zeggen. maar het is een goede keuze voor hem. En ik kan me ook voorstellen, als je tussen beide landen moet kiezen, dat hij ergens ook logisch is dat je voor het Nederlands voetbal kiest. Toch? Ja, dat begrijp ik ook niet zo goed, dat jij dat zegt, dat het moeilijk is voor ze. Je bent toch hier opgegroeid? Al die jongens zijn toch hier, die zijn hier ook vaak geboren? Als je hele achterban, hey, Marokko, je moet er bij ons blijven, dat is echt wel een druk. Maar ze zijn hier geboren en hier opgegroeid. Ja, maar en toch... gaat dat anders. Ja? En als je een talent bent, wordt er natuurlijk sowieso aan je getrokken. En dat is ook de keuze waar hij dus voor staat. Er zijn allemaal mensen die aan je trekken. Die willen graag dat je... Ja, dat je in dit geval is Marokko. De Marokkaanse bond die ook aan hem heeft lopen trekken. En wat ik het mooie van hem ook vond, was dat hij zei... dat hij toch dat met veel mensen had gepraat. Dat hij het met zijn familie het besluit had genomen. En daar nu ook achter staat. Volgens mij is dat het allermooiste eigenlijk. Ja. Zijn echte besluit zo dadelijk, denk ik, zijn naar welke topclub ga ik? Ja. Ik denk dat die misschien ook nog wel eens lastig zou kunnen worden van hem. Ja, bij Ajax kan hij zich natuurlijk het best ontwikkelen. Dan... Goed. Ja. Nu toch een beetje verpest bij PSV. Ja. Marjolein, hoeveel in het Geldermalsense voetbal worstelen tussen de Marokkaanse of de Nederlandse? Nou ja, ik zeg, doe lekker wat je zelf wil. Ik vind het allemaal prima. Ik heb zelf 3 jaar op voetbal gezeten. Maar, heb je ook gevoetbald? Nou, ja, zeker. Nou, wat leuk zeg. En waar stond jij dan? Ook mit. Nou, dus, ook mit. Ze staan gewoon te kletsen met elkaar uit de middenste. Ja. Niet gelijk seksistisch gaan doen. Goed, we houden mee op. Dit was Haagse kwartiertje. Tot volgende week.